Hij is officially licensed. De Powerbank, de PowerCore 20100 van Anker. Speciaal gemaakt voor de Nintendo Switch. Dat betekent dat hij speciaal gemaakt is om het ding via USB-C op te laden. Zodat je echt serieus lang kunt gamen. Ah, wat moet dat heerlijk zijn tijdens vakanties. Wij gaan hem uitpakken en wij gaan jou vertellen wat wij ervan vinden. Daar hebben we van dichtbij de PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition van Anker. Let wel, het klinkt alsof Nintendo Switch Edition betekent dat ze ook andere versies maken. Dat is niet zo. Ze maken wel andere powerbanks. Maar het design wat ze hier hebben gemaakt is exclusief voor Nintendo. Ze claimen 15 uur extra playtime. Charge and play, dus laden en spelen tegelijkertijd. Optimized voor Nintendo Switch. Nou, dat heeft alles te maken met hoeveelheid stroom die ze leveren aan de Nintendo Switch. Two high-speed USB charging ports. Dus je hebt twee laadpoorten. Dat betekent dat je naast je Switch ook nog gewoon lekker je smartphone kunt opladen. Nou, achterop zien we daarover nog wat meer informatie. Dus we zien hier wat de LEDs betekenen. Dus je gaat van 100 naar 20% op het moment dat er nog maar één lampje brandt. We zien hier dat we dus de Switch en de smartphone kunnen aansluiten. Recharge gewoon via je Nintendo Switch charger. Dus er zit geen netstroomlader bij. 15 uur IQ betekent dat hij intelligent zijn power probeert te leveren aan de verschillende apparaten die worden aangesloten. Hoe dan ook, het ziet er allemaal heel netjes uit. Ankerproducten maken we doorgaans van onderaf open. Daarvoor zit hier dan een heel mooi dun plakbandje. En dat vind ik als inmiddels volleerd professioneel unboxer heel erg prettig. Want anders moet je namelijk dit soort gigantische stukken tape gaan doorsnijden en loop je te klooien. Het is hartstikke fijn dat Anker dit op deze manier doet. Owner's manual. We zien een travel pouch erbij zitten. Nou, dat is gewoon een leuk stukje luxe. Betekent namelijk dat je je powerbank gewoon mooi gaat houden. En oh, wat is die bedrukking mooi erop. Wauw. Nice. Heel netjes. Oké, het zou toffer zijn geweest als dit het Nintendo Switch logo is. Absoluut. Maar de kwaliteit van de bedrukking hier vind ik wel echt super hoor. Nou, we hebben hier een USB-C kabel, ga ik vanuit. Van USB-C naar USB-C. Nou, dit soort kabeltjes die hebben al snel een waarde retail van 6 tot 10 euro per stuk. Tenminste, dat is wat wij er doorgaans voor betalen als we weer zo'n kabeltje zijn vergeten en een of andere willekeurige elektronica winkel inlopen. En dit is de Nintendo Switch lader zelf van Anker. Nou, keurig gewoon Nintendo Switch branded. Status LEDs, we zien hier een USB 3 IQ aansluiting en we zien hier een USB-C aansluiting. Hadden voor mij gewoon twee USB-C aansluitingen mogen zijn in deze tijd, maar ik geef toe. Niet iedere Nintendo Switch gebruiker zal waarschijnlijk zo'n een luxe wat duurdere telefoon hebben die al USB-C gebruikt. Twee blauwe LEDs. De Switch gebruikt groene status LEDs, dus het was wel mooi geweest als dit ook gewoon groen was, net als de Switch. Maar dat blauw is, ja, weet je, what gives. Ik geloof het wel. We gaan hem lekker volledig opladen. We gaan de Switch er een paar keer volledig mee opladen. En we gaan je alles laten weten over deze Nintendo Switch Powerbank. Hoe dan ook. Eerste indruk van dit product van Anker. Super positief. Super positief, absoluut. Dit is, mooie afwerking. Mooie aflevering. Mooi compleet. Luxe. Ik hou er wel van. Wil je meer weten over deze Anker Powerbank? Check dan even de review via de link onderaan de video. Die brengt je naar gadgetgear.nl en daar lees jij de hele review. Voor mij als Nintendo Switch fan kan ik niet anders zeggen dan dat deze Powerbank van natuurlijk gewoon 5 sterren krijgt. Want het Nintendo Switch logo staat erop. Want hij heeft een enorme capaciteit. En naast dat hij USB-C heeft, heeft hij ook nog USB-A. Dus je kunt er ook gewoon lekker je andere devices mee blijven opladen. Handig ook dat er een tasje bij zit. Jammer dat daar geen Switch logo op staat. Maar ja. Dat is eigenlijk het enige commentaar wat ik kan hebben op deze powerbank. Voor de rest is hij echt gewoon helemaal dik in orde.